Vandaag in Uitgelicht de zwaarste dieren van de safari, de breedlipneushoorns. Breedlipneushoorns wegen zo'n 2 tot 3000 kilo. Ze zijn behalve heel zwaar ook heel vredelievend. Toch kunnen ze plotseling gevaarlijk worden. Dit komt doordat ze bijziend geboren worden. Van ver af zien ze niet goed, maar van dichtbij wel. En dan hebben ze ook het gevoel dat in één keer iemand voor ze opduikt als ze het niet hebben gezien. En als de breedlipneushoorns schrikken, dan kunnen ze de aanval als beste verdediging kiezen en recht op je afrennen. Doen ze dat in volle vaart, kunnen ze een topsnelheid van 45 km per uur bereiken. Maar ook met minder snelheid zijn ze levensgevaarlijk. Als een neus er over je heen loopt, dat is aardig veel gewicht. Dat overleef je niet als mens. Wil je meer weten over de breedlipneushoorns of andere dieren in de safari? Ga dan naar rtl.nl/uitgelicht. Uitgelicht wordt mogelijk gemaakt door de Deep Ocean Monsters Musical van Burgers' Zoo.